Ze krijgen regelmatig klachten dat ze heel moeilijk het ziekenhuis kunnen bereiken. Dat is echt een probleem en het gaat vaak over oudere mensen. De patiëntenpopulatie die komt van regio Oost-Vlaanderen, dat die eigenlijk stijgende is. Daarboven merken we in alle ziekenhuizen dat de patiëntenpopulatie eigenlijk veroudert. Senioren zijn meer en meer aangewezen op het openbaar vervoer en vooral de verbinding vanuit Temse als ook vanuit Willembroek blijft een probleem voor ons. Dat kost de mensen soms een uur en een half om 12 kilometer te overbruggen. Nu, die lange wachttijden, dat is eigenlijk nefast voor mensen die slecht op been zijn. De trein is geen alternatief, want de afstand tussen de trein en de campus, zowel naar Willembroek toe als naar Bornem, is een grote afstand. En Campus Willembroek op dit moment heeft gespecialiseerde afdelingen, namelijk geriatrie. Dus dat wil dus eigenlijk zeggen dus dat patiënten van Bornem even goed gehospitaliseerd kunnen worden in Willembroek. En dat gebeurt ook. Dat betekent dus mensen die dus van Temse moeten komen, twee problemen hebben. Om dat hele traject af te leggen. Maar als die mensen dan nog door moeten reizen naar Willembroek, dan zijn ze soms 3 uur onderweg, eer dat ze eigenlijk in Willembroek een familielid kunnen gaan bezoeken. En bij senioren gaat het juist om, deze mensen hebben vaak geen auto en zijn echt aangewezen op het openbaar vervoer. Menselijk gezien zie ik soms drama's ontstaan, waarbij dus een oud koppel, dus waarvan één van de twee gehospitaliseerd wordt in Willembroek, en de mevrouw woont in Temse, en dat hij dan wenend in mijn bureau staat, meneer, kan ik niet in Willembroek geraken, want ik kan mijn man niet meer zien. Dit is een probleem. Dat zijn drama's, dat zijn menselijke drama's.